Dit is serieus de stomste ochtend die ik ooit heb gehad in heel mijn leven. Nou goed, je zult waarschijnlijk denken van wat doet hij nou in de voortuin? Nou, ik zit hier dus in de voortuin. Zoals jullie zien, omdat ik mijn sleutel ben vergeten en ik dus niet naar binnen kan. En het begon vannacht. Vannacht kwam ik thuis om 3 uur. En ik had geen sleutel bij, ik had niks bij en ik dacht van ja, 1. Of ik kan zeg maar de hele tijd bellen totdat iemand open doet, maar dat vind ik een beetje sneu, want iedereen ligt te pitten. Of 2, je gaat gewoon lekker op de bankje slapen in je voortuin. En ik heb een dikke jas aan, want het is echt een heerlijke jas. Dus ik dacht van nou goed, prima, trek ik wel aan. Of ik had hem al aan. Dus het maakte mij voor mij niet zoveel uit, dus ik ging gewoon liggen. En ik ben gewoon op dat bankje gaan pitten vannacht. Ik heb zeker 3 kwartier op dat bankje gelegen. En toen kwam mijn neef in deze dikke BMW. Dikke BMW! En dat was wel lachen. Hij kwam zeg maar, gewoon met zijn vriendin kwam hij aan en hij zei van yo, anders ga bij ons pitten. Want hun woonde zeg maar daar. Mijn oom die woont daar. Dus hij zei van ja, anders ga je daar pitten toch? Dus ik zei nou dat is goed. Dus ik heb spullen gepakt, ik ben daar gaan pitten. En nou in de ochtend denk je van nou, dan is iedereen wakker. Dan kom je naar huis toe. En dan, kijk, daar staat mijn oom, die is nou wakker. Die staat er nou, Kijk, staat hier. Hij is vandaag jarig, dat is het mooiste. Dus happy birthday. Maar in ieder geval, ik dacht van nou weet je wat, gezellig. Ik word wakker in de ochtend, ik ga hier naartoe, lekker thuis ontbijten, want dat is gezellig. Weet je wel, iedereen is wakker en dan word je wakker en dan is iedereen weg. Althans, mijn broer die loopt boven te pitten, die doet helemaal niet open, hoe vaak hij ook belt. Die heeft gewoon schijt, want die denkt altijd van, oh dat is een Jehovah getuige, of iets in die ochtend, weet je wel. Dat denkt hij altijd als je dat in de ochtend doet. Ik weet ook niet wat ik nou moet doen, mijn moeder die is weg, die heeft een appje gestuurd dat ze om 11:30 thuis is en het is pas 10 uur. Mijn vader die is werken, die komt om 2 uur thuis. Dus ja, ik weet ook echt niet wat ik ga doen nu. Ik heb wifi gelukkig, dat is het belangrijkste. Maar in ieder geval, ik kan wel zeggen dat het een leuke dag gaat worden. Want ik ga vandaag heel veel dingen doen. Ik ga namelijk, ik ga trouwens helemaal niet veel doen. Ik moet gaan leren. Ik moet nog een aantal video's gaan monteren. En daarnaast zie ik wel wat ik ga doen. Oh ja, trouwens, mijn vader is vandaag wel jarig. Dus dat is op zich best wel relaxed. En vanavond, ja, ik weet niet, ik zie wel wat de dag brengt. Ik ga gewoon een stukje lopen. Zullen we dat gewoon gaan doen? Dat is lang geleden. Toen moet ik wel op mijn tas letten, die ligt in de voortuin. Maar ja, er ligt toch niks in. Oh, dit is trouwens wel heel grappig wat ik nu zie. Kijk die kat. Die kat daar, die daar zit. Zie je hem dat zitten bij de deur? Het grappige is, dit is helemaal niet zijn huis. Hij denkt de hele tijd dat dit zijn huis is, maar hij woont zeg maar... hij woont daar. Maar hij gaat altijd voor die deur zitten, want hij denkt van oh, dat lijkt op mijn huis. En dan gaat hij daar gewoon chillen. Ik zou eigenlijk vanochtend om 6:30 zou ik richting Amsterdam gaan. En moet je beseffen dat ik pas 3 uur thuis ben, dan zou ik eigenlijk 6:30 naar Amsterdam gaan. En je vraagt je af, wat ga je dan doen in Amsterdam? Ik zou namelijk met mijn neefjes naar Amsterdam gaan om daar gewoon... te winkelen en te chillen. En de reden waarom zo vroeg en de reden waarom, gewoon zo vroeg, is omdat mijn neefje, die werkt, die heeft nachtdiensten. En die is dan zeg maar om, laat ik zeggen, 10 uur. Nee, dat zeg ik 10 uur. Die is dan waarschijnlijk om 1:00 of 6:00 klaar. En dan gingen we daar dus heen. Maar ik had mijn wekker gezet en om 6:00, inderdaad, iedereen was wakker. Maar dan zei mijn andere neefje van, ja, ik ben moe en ik wil niet. En ik dacht echt van, no man, ik had gewoon zin om te gaan. Want ik had toch, weet je, je bent toch op een plek. Ik bedoel, ik sliep bij mijn oom en ik dacht van, ja, ik ben nou toch al een beetje niet fresh. Weet je, mijn tanden zijn niet in standen gepoetst, ik heb nou niet gedoucht. Ik ruik nog naar mijn werk dingen en ja, ik vind het al jammer aan de ene kant dat ik niet heb kunnen... Dat we niet naar Amsterdam hebben kunnen gaan. Maar misschien is het ook goed, weet je wel. Ik bedoel, misschien moeten soms dingen zo gebeuren. Ik heb er altijd wel iets mee. Met het idee van soms moeten dingen gebeuren omdat het gewoon moet gebeuren. Weet je wel, vaak dan, als ik dan denk over bepaalde dingen van... Oh, waarom moet het nou zo lopen? Dan denk ik altijd van, nee, misschien moeten dingen zo lopen. Gewoon zo. Weet je wel, en dat vind ik het leukste wat ik laatst had geleerd is heel tof. Het leukste wat ik had geleerd is van... soms moet je uit je comfortabele zone leren te stappen. Omdat je juist dan nieuwe dingen leert ontdekken. Ook van jezelf, maar ook van anderen. En het kan het dan wel heel, heel uitdagender maken. Ongemakkelijker, laat ik het zo zeggen. Hoe ongemakkelijker de situatie, hoe ongemakkelijker de gelegenheid. Des te meer je meer leert en het leven leuker wordt. Dat is wat ik wou zeggen. Ik had laatst een situatie, die was ontzettend ongemakkelijk. Dat was zo ongemakkelijk. Dat was echt heel ongemakkelijk. Laat ik het zo zeggen. Ik ging naar een persoon toe. Maar de plaats, de setting was heel ongemakkelijk. De relatie tussen mij en die persoon was heel ongemakkelijk. En de timing was ongemakkelijk. Want er hing nog een soort van spanning. Maar goed, ik kwam dus naar die persoon toe. Op een plek waar ik dus niet moest komen. Want ze was
op stage. En ik kwam eraan en ik dacht echt van, oh shit, Joe, wat heb je gedaan? Het was heel ongemakkelijk. Totdat, ik vond het niet ongemakkelijk, maar zij vond het ongemakkelijk. En andere mensen daar ook omheen. En toen dacht ik van, ongemakkelijk. Als je denkt van, Joel, ik wil dit soort vlogs vaker zien. Laat het me weten, dan kan ik het de volgende keer ook weer doen. Maar ja, voor de rest, ik weet je wat, we gaan gewoon nog een keer bellen. En dan gaan we gewoon kijken of mijn broer open doet, want ik wil gewoon echt naar binnen. Wat ik wil doen is, ik wil gewoon mijn tanden poetsen. Ik wil sporten. Ik wil leren. Ik heb nog een examen die ik moet gaan maken waarvoor ik moet leren. Dus er zijn genoeg dingen om die bel gewoon knop in te drukken. En ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon kijken of hij open doet. En als hij niet open doet, hebben we een groot probleem. En dit is al wat het leukste. De bel is echt verstopt tussen al deze dingetjes. Niemand kan vaak de bel vinden, maar ik wel. Dit is echt een irritante bel. Ik denk dat hij zo chagrijnig hiervan wordt. Dat hij denkt van, hoe moet ik dit oplossen, jongens? Ik ga gewoon deze vlog eindigen. Gewoon met een open video. Gewoon, weet je wel, gewoon, het is nog niet klaar. Ik zit nog steeds buiten als deze video is afgelopen. Maar in ieder geval, hoe moet ik dit nou gaan oplossen? Laat het hieronder weten in de reacties. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus als je denkt van, yo Joe, dit moet je doen de volgende keer. Dan ben je safe en dan gaat het nooit meer gebeuren. Dus laat het hieronder weten in de reacties hoe ik dit moet gaan oplossen. Ik ga nog even plaatsnemen op het prachtige bankje. En dan ga ik genieten van het prachtige uitzicht van deze dikke BMW. En dan... Dan check ik jullie gewoon weer gauw terug met een nieuwe vlog. En vond je deze video nou leuk en denk je nou van, yo, dit moet je gewoon vaker doen. Laat het me weten hieronder in de reacties, want dan gaan we het ook gewoon vaker doen. Dus dat is mijn video voor deze dag. En dan zie ik jullie gewoon gauw terug met een nieuwe dagelijkse vlog. Mijn naam is Joel, bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer en doe dat gewoon. En check hier trouwens de video voor de volgende video. Moet je gewoon klikken. En dat is gewoon de magie van editing. Je kan gewoon alles doen. Als ik zeg van, hier komt een kip, komt hier een kip. Dat is gewoon wat ik bepaal. Hop. Mijn naam is Joel en ik zeg, ciao.